Rebecca. 1. 2. 2,5. 3. Lieftallige Marianne met koffie bezig. Lekker, lekker. Lekker koffie. Ja. Goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer vrijdag. En dan wel 8, 10. Dat is Engels. De 8e dus. Ja, 8 oktober is het. En we leven op vrijdag. En het is 10:24. Het is meestal, het zonnetje is matigjes aan een beetje bezig om er doorheen te breken. Of het haar lukken zal, weten we niet. En waarom ik zo vroeg ben? Nou ja, ik dacht dat ik rond 11:30 een man over de vloer kreeg om mijn huishouding te doen. Ja, dus we zullen het beleven. Hoe jong de knaap is, de man is, weet ik niet. Merk ik wel, het werd mij verteld, een jonge man. Nou ja, oké. Okay. Hoe, wat is bij jullie jong? Ja, dat weet ik niet, hè. En de dames die werden ook op bed nogal lastig. Niet dat ze eruit wilden, maar iedere keer een donder jagen met elkaar. Nou, dat wil ik niet op mijn bed hebben. Nee, dat gaat het niet worden. Niet op mijn bed en ook niet op de bank. Kunnen jullie buiten doen. Dus ja, dat dus. En ik denk, nou, ik ga er maar uit. Kan ik ook met jullie lopen. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. Dus geniet van je dag, maar geniet ook zeker met ons mee. We gaan weer aan de slag. Ja, ik heb het doekje al in mijn hand. Maar die moet ik ook weer neerleggen, want anders kan ik straks mijn telefoon weer niet uitdoen. Maar in ieder geval, mijn huishoudelijke hulp is boven. Het is dus, wat we al wisten, een manspersoon. Nog maar 33 lentes jong, of zomers of winters jong, dat weet ik ook niet. Hij is lekker bezig. Ik ga even mijn bureau schoonmaken en leg er hier een zitterig rondje weer te piepen. En wat doen we nou allemaal? Wat doen we allemaal te piepen? Hé? Wat doen we allemaal te piepen? Ja, dus en wat meer? Nou ja, wat denken jullie zelf? Wie zou daarachter dat ding verschuil gaan? Ja, niemand anders dan Karin. Ja, ja. Maar oké, ik ga lekker mijn bureau schoonmaken en de plankjes ernaast. Want we mogen anderen niet aankomen, want daar staat mijn mannetje op en mijn schoonmoedertje. En daar staan de diertjes achter. Dus ja, dat maak ik lekker zelf schoon. Dus dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van je dag, maar geniet ook met ons mee. Jullie zien daar op de bank een krukje staan en nog een krukje. Dat behoort op de grond onder mijn salontafel. Maar dat is even van de grond afgehaald door mij, omdat er ook net gedweild is. En dan kun je wel zien, want het glimt daar nog, omdat het nattig is, vochtig is, ja. En de dame daar, die legt lekker op de bank te slapen. En Rijka, die legt in de mand te slapen, maar daar kan ik nou niet naartoe rollen, want ik heb mijn benen helemaal omhoog. Want er legt er eentje op mijn schoot. Hé? Ja nou. Och, goeie. Hé? Kan dat of je lief, hè? Ja. Kan dat of je lief? Zeker te weten. Wat moet jij nou weer over de schone vloer? Dat is niks. Meen je? Uit. Dank u. Zo.
En dan kunnen de volgers ook nog eens een keertje zien dat jullie ook eens een keer niet luisteren en stout zijn. Ja, in plaats van altijd een eeuwig lief. Want zo is het niet. Potverdikje. Kom niemand. Helemaal niks. Wat denkt erom? Dus ja, in huisje wel tevreden, oftewel in huis draait hintje, is ook wel eens wat, hè? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag en geniet met ons mee. Ik ga me klaarmaken om eventjes op visite te gaan bij onze enig echte Marianne. Marianne Boon. Ja, we doen het gewoon helemaal gewoon met z'n tweetjes. Lekker even een bak koffie. Ja. Even weer bijpraten en doen. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, geniet lekker van jullie dag verder. Het is namiddag. Het is nu 15:37. Dus ja, geniet ervan. Maar geniet ook zeker met ons mee. Zoals jullie zien, lieve vrienden, is onze lieftallige Marianne met koffie bezig. Lekker, lekker. Lekker bakkie. Ja, zeker te weten. Echt wel. Ik moet die dingen er even uit, hè. Ah, maar dat moet allemaal kunnen. Ja, zeker. Ja hoor. Komt helemaal goed. Dus hou vol goede moed. Dus ja, dat dus. Lekker, lekker, lekker. Waar zijn de poezenbeestjes? Ah, Brutus legt in zijn mond. Die ligt op een vertrouwde plekje. Hé, Brutus? Brutus? Waar ligt hij? Daar in de mand. Oh ja, hij ligt in Sylvester's mandje. En waar is, waar is Sylvester dan? Dat weet ik niet. Ik denk dat hij buiten is of zo. Nee, hebben pech. Hebben pech. Nee, meestal gaat hij naar boven, dus dat kan ook. Ja, kan ook. Nee, hij is hier niet. Nee. Nou ja, hebben pech. Sylvester is weg. Nee hoor, echt niet. Nee, hè, toch niet. Nee. Dat is mijn maatje. Ja, daarom. Maar oké, lieve vrienden, wij gaan lekker genieten van een bakkie koffie. En ja, geniet gezellig met ons mee.